Het maar. Als je door je moeder gesmodderd bent. Ja, het kwam ineens in me op dat gesmodderd, dat daar het woord mother in zit. Ah ja, gesmodderd. Ja. Dat is wel een heel nieuw woord voor heel veel mensen, denk ik. Nou ja, we noemen dat bemoederen, hè? Ja. En bemoederen is, als je natuurlijk een klein mupje bent, een klein babytje bent, is dat niet zo erg. Maar als goede moeder ben je er op voorbereid en moet je je kind erop voorbereiden dat hij op zijn eigen benen kan staan en dat stukje in zichzelf kan vinden. Ja. Maar in eerste instantie ben je nog zo aan je moeder vast. Ja. En dat is ook de bedoeling. Je krijgt dat gevoel van eigenwaarde van je moeder. De manier om dat te bekomen krijg je van je moeder mee. Dat krijg je van je moeder mee. En jouw moeder is nog één met jou. Ja. Dus dat gevoel leer je van je moeder. Maar dat voelt als iets van jezelf. Dus als maar je gesmodderd... een goede moeder blijft niet besmodderen, nee. Maar die laat langzaam haar kind dat gevoel in zichzelf meedragen, als het ware. Dat wordt dan eigenlijk iets van jou, wat je niet meer herinnert dat je dat ooit van je moeder hebt gehad. Maar het gekke is, denk ik, als we het niet hebben gehad, dan ontstaat er een gat. Ja. En herinneren we ook niet meer dat we het niet hebben gekregen. Nee. We voelen ons gewoon als iemand die niet in staat is om van zichzelf te houden. En we hebben de vaardigheid dus niet kunnen ontwikkelen om ons eigen zelfvertrouwen, of ons eigen vertrouwen te zoeken binnen in onszelf. En we gaan dan op zoek naar buiten onszelf in vorm. Naar en... extreme vormen, ja. Ja. En vooral we gaan op zoek naar dat, omdat we weten eigenlijk wel dat het bestaat, maar we weten niet hoe we er komen. Omdat we het vroeger de kans niet hebben gehad om het te leren. Dus zowel als je besmodderd bent, als dat je in de steek gelaten bent. Ja. In die twee uitersten eigenlijk. Ja.